Universiteit van Nederland. Hoe koud is het? Het is nu min 2 graden en we kunnen deze kou toch gebruiken om het huis te verwarmen. Hoe dan? Met een warmtepomp. Dit is een warmtepomp. Bestaat uit een buitenunit en ook een binnenunit in je huis. En daar zitten leidingen tussen. En hij bestaat uit een compressor, is eigenlijk een soort pomp. Een ventilator, die zie je hier. Een warmtewisselaar aan de achterkant. En daarnaast heb je een regenmodule die de pomp aan, uitzet en aanstuurt. Een warmtepomp pompt de warmte van buiten naar binnen. En warmte is overal. En als het buiten min 5 is, dan is het nog altijd warmer dan min 10. En die warmte gebruiken we om dan uiteindelijk de warmte naar binnen te pompen. Dat kan gewoon? Dat kan gewoon. Wat gebeurt er nou echt met een warmtepomp? Stel, deze blokjes stellen warmte voor, een vorm van energie. Dan hebben we buiten een hoeveelheid energie en we hebben binnen een hoeveelheid energie. Binnen is het warmer, dus daar hebben we meer warmte dan buiten. En daar is het kouder, want het is min 10. Maar min 10 is toch niet warm? Nee, min 10 is niet warm, maar het kan nog altijd min 20 worden. En wat de warmtepomp dan uiteindelijk doet, is het buiten kouder maken en binnen warmer. Door die warmte van buiten naar binnen te transporteren. Daardoor wordt het buiten kouder en binnen warmer. En is het eigenlijk een soort omgekeerde koelkast. De warmtepomp vormt een kring tussen de koude buitenlucht en de warme binnenlucht. En dat kunnen we voorstellen met deze warmtewisselaars. Een warmtewisselaar binnen en een warmtewisselaar buiten. Deze warmtewisselaar neemt warmte op en deze warmtewisselaar geeft warmte af. En daartussen zit een pomp en een ventiel. Dat is deze top. De compressor vormt het hart van de warmtepomp. Deze perst het gas samen. En we weten uit de natuurkunde dat als we gas samenpersen, dat het warm wordt. Deze warmtewisselaar geeft de warmte af aan de radiatoren in het huis. Daardoor koelt het gas zo hard af dat het weer vloeibaar wordt. De vloeistof gaat door het ventiel en kan aan de andere kant weer verdampen in de andere warmtewisselaar waar het warmte opneemt. En het kan zo makkelijk verdampen omdat die compressor aan de ene kant een hoge druk gemaakt heeft en aan de andere kant een lage druk. En vloeistof verdampt nou eenmaal makkelijker bij een lage druk. Dat kan ik ook laten zien met deze spuit. Hiermee ga ik laten zien hoe vloeistof verdampt bij lage druk. Ik heb een bakje met heet water. Ik zal 1 centimeter water in deze spuit doen. Het water kookt niet, hè, nu? Het water kookt nu niet. Sluit hem af met een stop, zodat er geen lucht meer bij kan. En nu kan ik laten zien dat als ik de spuit uittrek, maak ik een lage druk en gaat de vloeistof koken. Je ziet de belletjes vormen en je ziet dat de vloeistof nu kookt in de spuit. Dit is kokend water? Dit is kokend water bij lage druk. En dat werkt ook zo in een warmtepomp? Maar niet met water, maar met gas? In plaats van met water, doet een warmtepomp met gas. Het mooie van je huis verwarmen met een warmtepompsysteem is dat de compressor die op elektriciteit draait, kan draaien op groene stroom. Bijvoorbeeld van je eigen zonnepanelen. En daardoor heb je eigenlijk een hele groene manier om je huis te verwarmen. Zonder aardgas? Zonder aardgas. Geen CO2-uitstoot? En we hebben ook geen CO2-uitstoot. Klinkt ideaal? Het enige nadeel is dat als het heel erg koud is buiten, heb je meer stroom nodig om die warmte van buiten naar binnen te pompen. En waarom heb je dan meer stroom nodig? Als het buiten kouder is, moet die compressor harder werken om rechts die hoge druk weer te maken. Kan het beter? Ja, dit kan zeker efficiënter, vooral in de winter. Dit is een luchtwarmtepomp, maar zo hebben we ook andere type warmtepompen, bodemwarmtepompen. De bodem is altijd warmer dan de lucht in de winter. Dit bakje stelt dan de bodem voor en dan kunnen we die bodemwarmte langs die warmtewisselaar laten gaan. Dus dat maakt het een zuinige warmtepomp. Wat ook kan, is dat je warmte uit zonnepanelen gebruikt. Niet zonnepanelen waar je elektriciteit uit opwekt, maar warmte uithaalt. De warmte van de zon, net zoals je auto in de zon staat en warm wordt. En die warmte wordt gebruikt om de vloeistof te laten verdampen, waardoor de compressor veel minder energie verbruikt en veel efficiënter is. Zo zijn onderzoekers overal bezig om warmtepompen beter te maken. Het principe blijft altijd hetzelfde: warmte van de ene kant naar de andere kant pompen. Waarom lukt het nog niet om aardbevingen precies te kunnen voorspellen? Ik ben Bernd Anweg en ik leg het je uit in de volgende aflevering.